MVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media. Thibaut van Akker, nieuw bij MVV. Vertel eens, hoe bevallen jou de eerste weken in de Geuzelt? Wel, ik moet zeggen, ik had hier direct een heel goed gevoel. Al bij de contractbesprekingen had ik er een goed gevoel bij. Waarom? Ja, nee, de manier hoe hier gewerkt wordt, de sfeer, het stadion, alles omheen eigenlijk. En dat zat direct goed in mijn hoofd en daar ben ik er gelijk voor gegaan. En goed, met de groep ook. Het is een heel ambitieuze jonge groep die hard wil werken. En ik denk dat we op deze basis moeten verder bouwen dan om resultaten te halen. Je hebt zelf behoorlijk wat ervaring, ook in de Belgische eerste klasse. Vertel eens, waar heb je allemaal gespeeld? Wel, ik ben begonnen bij Club Brugge eigenlijk sinds mijn vijfjarige leeftijd. Heb ik daar heel mijn periode de opleiding kunnen van genieten. En ben ik eigenlijk op mijn, denk 17 jaar prof geworden. Een aantal jaar in de A-kern gezeten. Redelijk wat wedstrijden gespeeld. En goed, maar op dat moment voelde ik mij nog iets te jong. Laat maar zeggen, niet matuur genoeg om echt deel te maken om iedere week in de basis te staan. Heb ik voor een uitleenbeurt gekozen naar Beerschot. Heb ik een half jaar naar Beerschot gegaan voor te spelen. Heb ik alles gespeeld. Jammer genoeg was deze club toen in financieel slechte papieren, dus die zijn failliet gegaan, laat maar zeggen. Spelers werden daar niet betaald. Dan weet je dat het een moeilijk verhaal wordt. Na het einde van het seizoen werd ik dan terug naar Brugge gestuurd voor het nieuwe seizoen. En dan kwam Cerco Brugge op de proppen en dan is het eigenlijk ook heel snel gegaan. Heb ik daar voor 3 jaar getekend. Heb ik bijna met zijn paar blessures gehad, alles gespeeld. En zo heb ik nog 3 jaar bij Roeselare gezeten in België. En nu voor het eerste jaar is naar het buitenland. Ja. Wat ben jij voor jongen? Ben je dan ook zo'n jongen die, als er iets fout gaat, als iemand de kantjes ervan afloopt, even zegt van, hey jongen, ik heb het gezien, doe eens wat meer je best? Ja, ik vind wel dat dat moet. Dus niet alleen mijn eigen persoon, maar andere jongens. Ook als ik eventueel de kantjes ervan afloop, mogen ze het mij ook altijd zeggen. Het is geen negatieve kritiek, het is kritiek om jezelf beter te maken. En ook als groep beter te maken. Ja. Want je speelt niet met 11 een wedstrijd. Dus de 18 die geselecteerd zijn. En zelfs in de groep van 23 spelers moet je er allemaal mee in het verhaal krijgen. En alleen dan boek je resultaten. Ook bij nederlagen, bij winst, moet de groepsfeer is enorm heel belangrijk. Dus ik ben wel iemand als een persoon die de groep meepakt. Ik ben nu net nieuw, dus dat groeit een beetje meer en meer. Komen we er wel. In het begin moet je even aftasten hoe of wat. Maar geleidelijk aan komt dat wel los, ja. En als we puur voetballend naar jouw rol binnen het elftal kijken, je staat centraal op het middenveld, maar ik zag je tegen Jong Ajax bijvoorbeeld ook even achterin staan. Ja, ik ben eigenlijk centraal verdediger middenvelder. Maar ik kan ook box-to-box op een rijtje hoger spelen. En als het echt moet, kan ik eventueel centraal van achter ook nog. Ik heb daar ook nog een jaar gespeeld, maar toen zat ik nog bij de beloften in Club Brugge. Maar goed, dat is ook, moet ik het zeggen, een beetje op ervaring. Dat je een beetje positiespel in orde houdt en zorgt dat je passing goed is. En qua coaching gewoon de groep stuurt. Dus laat maar zeggen, favoriete positie is toch wel de 6 of de 8. Om van daaruit naar voren te voetballen en duelkracht te hebben. Pak je wel eens een doelpuntje mee? Ik heb de afgelopen jaren toch wel wat gescoord, ja. Oké, Het is niet dat het uitzonderlijk is, maar inderdaad, nee, nu is het een beetje de bedoeling dat ik voor de verdediging blijf hangen en kijken voor die tweede bal en van daaruit terug vooruit te voetballen. Maar goed, gelijk op stilstaande fases, in de opbouw, als je mee bent naar voren, ga ik het niet laten om in te houden om doelpunten te scoren. Ja.
Oké, Thibaut, bedankt voor jouw tijd en voor je heldere uitleg. Leuk om je te ontmoeten. Ik ga hem bedanken, maar ik ga ook u bedanken voor het kijken naar deze aflevering MVV TV. En volgende week zijn we er natuurlijk weer om 7 uur. Tot dan. MVV TV werd mede mogelijk gemaakt door MVV Maastricht, Veerzien MVV, RTV Maastricht en Keno Media.